Hallo allemaal, welkom op dit concert. Het is een beetje een vreemd concert omdat wij tegen een soort lege kerk praten. Maar wij willen jullie meenemen thuis of waar je ook bent in een hele rij met bemoedigende liederen, lofprijzingen, liederen over passie en Pasen. En op deze manier willen we toch graag de muziek en het evangelie voortgang laten hebben. En we hopen dat jullie met ons ervan genieten. Veel plezier! Thank you.
hoorde zojuist drie liederen, waar het gaat over Gods bescherming. Nodig in deze moeilijke tijden. Maar ook Gods hoop, zijn bewaring, zijn trouw. Dat klinkt door in de volgende drie liederen. We beginnen nu met het lied O Kerk, sta op. Thank you.
Na deze prachtige liederen over de christenstrijders en de kerk die in vertrouwen zijn weg mag gaan, gaan we nu wat liederen zingen die te maken hebben met de tijd ook waarin wij leven, namelijk de lijdenstijd. We zouden het bijna vergeten door alle crisis, maar ook in deze tijd mogen we nadenken over het lijden en sterven van Jezus. En we beginnen nu eerst met het lied When I Survey the Wondrous Cross. Geniet ervan. Thank you.
Thank you.
Na alle liederen die jullie al gehoord hebben, gaan we nu de laatste liederen zingen voor jullie. En we beginnen met Ik was hongerig. Thank you.
willen u en jou hartelijk danken voor het kijken en meebeleven van dit concert. We hopen dat u ervan genoten heeft en bovenal dat u er iets van heeft gehad. Dus we hebben u zojuist de zegen toegezongen vanuit de zegenbeden. En nu willen we tot slot nog zingen: Blijf met mij, Heer.